Ja. Ja. Ja, je moet je allemaal een beetje verbeelden. Dat, ja. Dat is. Dit is ook al dat het ook wel betekent dat er dit pop puntjes verschijnen. Dat je ja. Ja. Moet kunnen, maar nou, het kan niet allemaal. Al die nee, we kunnen nog een extra dingetje meer. Dat moeten zij aangeven. Hoe kan het beter? Artlist.io. Music licensing reimagined. Batterijen, elektro, weet ik veel, laders, ja. Dat gaan allemaal weg. Ja, ja. Allemaal bij elkaar. Ja, dit is het resultaat van vandaag. Geweldige kwaliteit. We staan nu voor zeg maar, het paviljoen. We hebben eerst de hele binnenruimte leeggehaald. En aan de onderkant, hier komt ook nog een stalen wand te staan. Dit wordt dus dichtgestort. Ik hou mijn dak. Oké, Rolf. Oké, Rolf. Even de stand van zaken wat betreft het paviljoen. Dit is de nieuwe aanbouw. De oude aanbouw die was kuisverrot. We hebben een nieuwe aanbouw gemaakt en die bouwen we op uit een balkenstructuur. Let op, de balken komen uit de pastorie van de kerk, van de Gouwe Kerk. Daar overheen komen Lewis platen. Dat zijn stalen platen waar 6 centimeter beton op gaat. En die combinatie van die platen met die beton, die zijn ongelooflijk sterk. Thank you.
heb je daar aan? Goed. Surinaamse kip. Lekker pittig. Voor wie? Lekker pittig. Voor de bouwmannen. Dat vindt Bert heel erg lekker. Ja, de bevestiging om het dak erop te kunnen gaan maken, zodat het dak hier kan gaan oversteken, omdat daarna die hennenblokken geplaatst moeten worden. Of een peerzaak. Deze heb ik niet gevonden. Vandaag gaan we proberen het laatste stukje van de voorgevel te maken. En dan volgende week het dak erop. Ja, en dan gaat het hard, jongens. Wat het hier gaat worden. Nou, ik hoop iets heel moois. Als ik zo om me heen kijk, moet er nog best wel wat gebeuren. De aanbouw is zo goed als klaar. Zoals je ziet hierachter is er een heel stuk weer netjes aangemaakt. En hier komt de keuken onder en er komt hier een verdieping op. Zodat je vanaf de Vide over de IJssel, Hollandse IJssel, over het terrein kan kijken. Maar ja, als ik zo kijk, moet alles nog gebeuren. Maar dat is niet erg. We zijn aan het begin van iets groots. En ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Nou, gelukkig kan hij dan nog wel zonder dak. En we gaan deze deur hebben we net gescheurd allemaal. Nu gaan we die in de grondverf zetten. Dan gaan we daar, dat raam gaat eruit. En dan komt daar deze deur. Plus nog die andere twee deuren die hier om de hoek staan. En dan kunnen we daar, als we daar helemaal zit, kunnen we dat definitief in de goede kleur verven. Maar eerst gaan we hem in de grond verf zetten. Kijk, hier hebben we een nieuw dak, waterdicht gemaakt met EPDM. En EPDM is een rubbersoort. En dat is gekozen omdat we heel erg duurzaam wilden zijn. Het gaat 50 jaar lang mee. Het is ook vrij eenvoudig om dat neer te leggen. Makkelijker dan met dubbellaags bitumen, wat een andere oplossing geweest zou kunnen zijn. En het is ook een van de ideeën om hier een groen dak van te maken, een sedumdak van te maken. De vergroening komt dan tot stand en B, als daar de Vide zit die de ondernemer Bert Muns wil gaan maken, dan kijken de mensen die daar op de Vide zitten op een groen dak in plaats van op een grijs dak. Dus dat leek ons ook wel een leuk idee. Dat gaan we pas doen als we klaar zijn met het gebouw en als we weten of er nog wat financiën beschikbaar zijn. Dit zijn de verdelers voor de vloerverwarming. De waterpomp, de warmtepomp staat buiten. En hier binnen aan het hoekje komen de verdeelkasten te zitten voor de 9 leidingen die hierin lopen in deze vloer voor de vloerverwarming. En dit is een hele nieuwe verdeelunit. En met deze elementen die hier bovenop zitten kunnen we de doorstroming instellen, zodat je een gelijkmatige warmte over de hele vloer kan krijgen. Lijks. Ik denk dat je het beter nog met een blokworst kan doen. Ik denk dat je het nog beter met een blokworst kan doen. Met een blokworst? Ja, kijk, je krijgt dit nu. Kijk, de eerste die erop zit gaat goed. Zie je? Ja.
Als je het rij gaat uitrollen, dan. Dus je moet hem echt heel dik inzetten. Dan. Ja. Dan kunnen we deze gewoon even zo doen. En dan nog eentje met een blokpas proberen. Nou ja, gewoon. Ja. Morgen ben ik hier toch om die nog een keer te doen. Ja. Dan doe ik deze ook gewoon nog een keer met de rollen. Ja, maar je ziet wel dat de structuur zichtbaar blijft. Hè? Ja, dat wel. Ja, maar bij die ook natuurlijk. Ja, bij deze helemaal. Wat gaan we nou doen, Martin? Ja, we gaan. Ik weet niet. Ik weet echt niet. Ik doe maar wat. Ja. Ik doe gewoon wat ze zeggen, maar ik weet echt niet wat ik doe. Maar ik ben ook de domste van het stel volgens mij. Dus, maar ik ga nu een lijntje spannen zodat we hier de onderkant van de goud dicht af kunnen timmen. Hierin is koper en dan even deze. Je moet gelijk even kijken. Anders en dan gelijk alles zitten. Joost. En die komt dan hierop aangesloten. Ja, dat was 1500 15 kilo. Ja. Dat wilde ik eigenlijk ook. Een kraantje ertussen. En het water loopt er nu nog onderdoor langs, maar het slipt vanzelf dicht en dan gaat het hier bovenop lopen. De plaat kan niet dieper liggen, want de pomp zit er precies tegenaan tegen de plaat. Ik moet van Jan, heb gisteren het plafond geïsoleerd met van dat zachte spul. Ben ik nu aan, hebben we vandaag plastic overheen gedaan. Dan weer een plastic en ben ik nu helemaal aan het aftepen zodat het echt helemaal dicht is. En dan komen er straks nog latten overheen. En dan is het klaar voor ons. Smaakt het, Wilma? En dan gaan we ja, dit is een hele goede opname. We zijn eruit gezaagd. Mooie nieuwe kozijnen erin. En gelijk gaan isoleren. En zometeen komen de eerste steengedeelten erop. En dan gaan we echt reputatie, jongens. Dan is het volgend voorjaar, maart. Klaar. Heerlijk. Ziet er goed uit. We kan nog op die dak gewoon weggehaald. Dit allemaal. Zo. Hallo jongens, blijven we nu gaan te kletsen met elkaar? Thank you.
ook weer. Ja. Scheef! Ja, daar zit hij ook. Ja? Ja, het zit scheef. Hij zit precies waterpas. Ja, maar toch scheef. Hij staat scheef, maar dat kozijn is scheef, zegt Martin. Ja. Ja, en jij zit zo'n randje onder namelijk. Ja, dat is goed. Oké. Okay. Pas langs, kan zo eens zien. Nou, dat heb ik gedaan. Ja, ja, ja. Nou, dat is een goedkope waterpas. Ja. Het eentje waar geen water in zit. Een Chinese waterpas. Ja, ook een beetje scheef. Ja.